Welkom in de nieuwe wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Vandaag is bij mij te gast Robert Vernooy, wel bekend van de nieuwe wereld. En Robert Vernooy is bovendien auteur van het boek Van de Weg naar de Straat, Krijgskunst als Levenskunst. Krijgskunst als Levenskunst. En we gaan het hebben over geweld. In het bijzonder over politiegeweld. Welkom, Robert. Hi, hi, hi. We kennen elkaar. Ik vind het fijn dat je vandaag bent gekomen. En ook om met je te spreken over dit thema dat ons beide sterk interesseert. We hebben daar wel eens vaker gesprekken over. En ik dacht, laten we dat dan nu voor de camera doen. Ja, nou ja, de nieuwe wereld is wel een paardenmiddel om met elkaar in gesprek te komen, maar vooruit. Ik zit intussen al, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zit half met mijn hoofd in de vakantie. Maar ook mijn baard niet geschoren voor de gelegenheid. Nou, het staat je goed. Oké. Okay. En voor de kijkers, het is hier hartstikke benauwd vandaag. Het is het zweet gutst van onze gezichten af. Maar hopelijk zal dat u niet al te zeer afleiden. Robert, wat heb jij met geweld? Want dat is het thema van vandaag. En je schreef ook dat boeken over krijgskunst. Maar vertel maar. Wat ik met geweld heb, is vooral het aspect beheersing. Geweldsbeheersing. De krijgskunsten die ik nou al mijn halve leven beoefen, die gaan daarover. Mensen denken een vechtsport, maar het gaat niet echt over vechten. Het gaat over conflictbeheersing, het gaat over stressmanagement. Ik noem dat ook vechten vanuit verbinding. Maar het sluit op een bepaalde manier ook wel aan bij mijn anarchistische inslag. Dat ik denk van, ik wil niet beheerst worden door anderen. En als mensen niet beheerst worden door anderen, iets van beheersing moeten zijn. En dat zou dan zelfbeheersing moeten zijn. Dus dan denk ik van ja, zouden we nog wel politiegezag nodig hebben als we in staat zouden zijn of opgevoed zouden worden tot zelfbeheersing? Dus dat zijn vragen waar ik me in mijn werk steeds weer mee bezig hou. Ja, want je zegt geweldsbeheersing, maar persoonlijk, je bent een karateka. Je hebt de vierde dan. Elke week oefen je karate, train je. Dat gaat toch niet over geweldsbeheersing, maar juist over het toedienen van geweld? Nee. Het gaat hoe je omgaat met het geweld dat op je afkomt. En daar zit een onderdeel zelfverdediging in. Maar het is niet zo dat het gericht is op de vernietiging van de ander. Het is meer zelfverdediging, zelfbehoud. Ja, je moet het dus zien als een afslaan van de aanval. Ja. Dus karate is dan vanuit het gegeven dat er geweld uitgeoefend wordt door mensen. Ja, ik stond gisteren op de mat met een hele fanatieke jonge witte bander. Die had een enorme startsnelheid en die kwam in als een locomotief. Mm-hmm. Terwijl we op zich best complexe oefening moesten doen. Dus ik deed mijn aanval bij hem relaxed, zodat hij de beweging, de ontwijking en de counter kon bestuderen. Maar hij kwam echt in als een locomotief en ik werd verrast door zijn startsnelheid. Dan denk ik, nou oké, ik heb wel ervaring, ik kan er wel mee dealen. Maar iedere keer had ik toch weer zoiets van, dit is toch wel, ik moet wel wegwezen, anders dan zit hij op mijn zwevende ribben of op mijn lever. Dus. Ja, nou is geweld iets wat zeg maar een gegeven is in de samenleving. Mensen doen elkaar het een en ander aan. Maar we hebben een heel mooi instituut met de rechtsstaat, waarin we vast hebben gesteld in de wet dat het geweldsmonopolie bij de staat ligt. Ja. En dat de politie dat mag uitoefenen. De politie en het leger, ja. En dat is een heel mooi instituut, want dat voorkomt eigenlijk een heleboel maatschappelijk geweld. Oh ja, in de zin van fysiek geweld, omdat de mensen mogen elkaar niet de kop inslaan. En als je ruzie hebt met elkaar, dan moet je daar een rechter bij halen en kan de politie helpen voorkomen. Ja, de grondslag ligt natuurlijk, dat weet jij ook, ja. bij Thomas Hobbes. De oorlog van allen tegen allen. En om dat te ondervangen, zeg je dat geweld dat burgers elkaar aan kunnen doen, dat delegeer je naar speciaal aangestelde instituties, zoals het leger en de politie. Het grappige is dat het ook wel de zwaardmacht wordt genoemd.
Ja. Dan zie je echt hoe oud zo'n begrip eigenlijk is. Maar dat hele instituut is eigenlijk om het geweld in de samenleving, en dan in het bijzonder het fysieke geweld, helemaal in te dammen en aan één instantie uit te besteden om dat te helpen voorkomen. Ja, het geweld en de eigen richting. Ja. En nu hoort daar ook bij dat geweld proportioneel moet worden toegepast bij die wet. Ja. Nou, daarover wilde ik dat hebben. Of dat ook dat wat er op papier staat, of dat ook klopt met wat we zien, hoe politiegeweld wordt toegepast in de samenleving. Ja, nou ja, soms klopt het. Er zullen ongetwijfeld agenten zijn waarbij het altijd klopt. Dat zijn waarschijnlijk de beste. Maar er zijn natuurlijk ook agenten waarbij het niet klopt. Ik had een tijdje geleden hier een gesprek met Jan Bloem. En die is betrokken ook bij de opleiding van politieagenten. En toen hadden we het over die opleidingen. En die opleidingen worden korter omdat er gewoon meer politie op straat moet staan. En dan denk ik, dat onderdeel geweldbeheersing bij gewone straatagenten, die hebben daar op jaarbasis, ondanks het geweldsmonopolie, minder mee te maken dan iemand die gewoon twee keer of één keer in de week gaat karate doen of kickboksen of judo. Dus dat is raar, omdat je juist dat geweld moet toepassen, niet in de veilige omgeving van een dojo, maar op straat, waar allerlei hormonen vrijkomen die rationele beoordelingsvermogen, en dat heb je nodig om die proportionaliteit in te kunnen schatten, die dat in de wielen rijden. Ja, maar dan heb je het over over het individuele niveau, dat individuele agenten onvoldoende getraind zijn om die belofte van die beheersing van dat geweld ook toe te passen. Het is niet alleen individueel, het is ook structureel natuurlijk. Als je het hebt over de opleiding, mm-hmm. dan hebben we het niet over mensen van arrestatieteams of mobiele eenheid, maar gewoon de straatagenten. Ja, en als zulke mensen op een gegeven moment onvoorbereid zich in een gewelddadige situatie begeven, of zelfs een situatie die zij als gewelddadig percipiëren, dan kunnen er dingen misgaan. Zoals in het geval van Mitch Henriquez, die alleen maar een beetje dronken was en misschien vaaglijk provocerend, die vijf jonge, onervaren agenten over zich heen kregen die niet zagen dat hij onder hun last bezweek. Ja, dat is het geval van het Haagse Zuiderpark in 2015 was dat. Ja, hele geruchtmakende zaken waarbij het ook draaide om... Waarbij hij overleed eigenlijk. Doordat er een beruchte nekklem werd aangezet. Dat is zo'n klem als je hem zo doet bij iemand. Ja. Dan knel je zijn halsslagaders af. Dan is hij in principe, als je het goed doet, binnen 5-6 tellen weg. Ja. Maar als je hem dan nog aanhoudt, dan loopt die hersenschade op. Ja. Want de Haagse politie is wat dat betreft berucht. Een paar jaar voor Mitch Henriquez was er een 17-jarige jongen die op het station Hollandspoor door de politie werd neergeschoten en doodging. Bij een achtervolging. En die jongen was niet bewapend. Dus er was in dat geval zou ik zeggen ook, net als bij Mitch Henriquez, disproportioneel geweld. Maar je zou kunnen zeggen, want jij begon al eigenlijk over de oorzaken daarvan, maar dat er misschien een patroon is waarin de politie dus systematisch disproportioneel geweld toepast. Ook denk ik dan aan het voorbeeld van de coronademonstratie van 14 maart 2021 op het Haagse Malieveld, waar ik zelf ook getuige was. Ik demonstreerde toen niet mee. Ik was toen toevallig op de Koekamp bij het Belendende Veld aan het demonstreren tegen kernenergie in het kader van de aankomende verkiezingen. En ik zag hoe de politie oprukte tegen demonstranten. Er stond nog een klein groepje demonstranten midden op het veld die helemaal niet konden horen dat de politie aankondigde dat de demonstratie was afgelopen. En toen ontstond er echt een hele phalanx van een mobiele eenheid die op die mensen afstormde. En dat was beslist disproportioneel wat daar gebeurde. Dat waren onschuldige demonstranten die er vreedzaam demonstreerden. Ja, nou ja, goed. En toen is er ook een man. Dus er gingen allemaal beelden toen van een man die op de grond lag, die dus heel hard werd geslagen. En er was vervolgens een VN-rapporteur, Niels Miltzer,
Misschien weet je dat, die daarover zei dat dat het ernstigste politiegeweld na George Floyd was. Dus hij zei dat dat Amerikaanse toestanden waren in Nederland. Nou ja, dat is natuurlijk een voorbeeld. Ik heb dat ook gezien. Er lag een man die misschien iets had gedaan wat niet door de beugel kon en dus bedwongen moest worden. Mm-hmm. Maar hij lag op dat moment in de universele houding van overgave. Hij lag als een foetus. En terwijl hij als een foetus lag, stonden er 2, misschien wel 3 agenten met wapenstok op hem in te hakken. En wanneer was dat? En bij die demonstratie op het Malieveld. Ja, ja, ja. En daar hing er ook nog een politiehond met zijn tanden in zijn been. Dat ik denk van als iemand als een foetus ligt, hoef je niet meer te slaan. Dan hoef je alleen nog maar de boeien eromheen te doen en hem af te voeren. Dus dat is een duidelijk geval van disproportioneel. Ja, en ik weet nog een voorbeeld van een andere coronademonstratie. Dat was in Amsterdam op 2 januari 22. En toen is er ook op iemand ingeslagen. Op zo'n wijze, waar ook, dus ook weer deze nieuwsmails over rapporteerde van disproportioneel geweld. Kortom, het lijkt me niet te gaan om incidentele agenten die te weinig opleiding hebben gekregen, maar eigenlijk om een patroon waarin je ziet dat in dit geval, nou, bij demonstraties, maar in het geval van die Haagse jongen op het Hollandspoor was het een achtervolging. Ging het om opsporing, zeg maar, of arrestatie. Dat dus eigenlijk systematisch er te veel geweld gebruikt wordt. Ja, ik ben heel meegaand van aard, dus ik zou het graag met je eens zijn. Maar ik weet niet of ik zou zeggen dat disproportioneel politiegeweld, dat structureel is. Dat gaat me te ver. Maar je ziet wel, ik zie wel, dat er een verschuiving is. In de jaren 70, de jaren van het grote gedogen. Alles kon, alles mocht. De politie wilde je beste vriend zijn. De politieopleiding stond in het teken van de 3D's. Dialoog, de-escalatie. En als dat niet werkte, doorpakken. Nou, nu is doorpakken de eerste optie. De dialoog bestaat eruit van... beste demonstranten, wilt u alstublieft spoorslags oprotten? Want anders zal er geweld gebruikt worden. Noem ik geen dialoog en ik noem het ook niet deescaleren. Dus daar is een verschuiving opgetreden, dat wel. Maar was dat niet... Ik had het toevallig in het vorige gesprek ook al over de jaren 70 in gunstige zin. Het meest anti-autoritaire tijdperk wat we hebben gekend. Mm-hmm. Met Stan Bagge, toen noemde ik ook al dat we het misschien een beetje idealiseerden. Meer daar, met de betrekking tot het politiegeweld, juist Nederlandse politie ook al berucht was in de jaren 60. Dus om het hard neerslaan van rellen die toen plaatsvonden, onder andere bij het huwelijk van Klaus en Beatrix in 66, denk ik. En later ook bij de maagdenhuisbezettingen. Kreeg de politie heel veel kritiek over zich heen, over het harde neerslaan van die demonstraties. Ja, maar dat paste bij een andere maatschappelijke orde, de regentencultuur, die tot ongeveer de helft van de jaren 60 Nederland geregeerd heeft. En toen kwam er een kanteling. En die kanteling heeft gezorgd voor een hele duidelijke mentaliteitsverandering, zowel in de samenleving als bij de politie. Die twee staan niet los van elkaar. En net zoals je ziet dat er in de jaren 80 een reactie kwam op de verzorgingsstaat, zo zag je dat er ook een reactie kwam op het gedogen. De criminaliteit nam toe, politiecommissarissen gingen naar New York, waar commissaris Rudy Giuliani, burgemeester Rudy Giuliani, het zero tolerance policing had ingevoerd. Met als gevolg dat de criminaliteit enorm afnam in New York. En toen, vanaf medio jaren 90, zijn ze daarmee ook in Nederland gaan experimenteren. Ja, dat waaide over naar jouw idee. Ja. Terwijl ik zou zeggen dat juist van na 2000, na 9-11 en de terreurdreiging, de gepercipieerde terreurdreiging, dat toen de politie weer ook zich extra is gaan bewapenen. En,
Jawel, maar het zero tolerance beleid. Ik denk dat het al eerder ligt. Ja, nee, maar dat zero tolerance beleid is steeds strenger geworden. Want in het begin, dat herinner je misschien nog, waren de speerpunten zo van een schone, hele en veilige publieke ruimte. Dus werd er gehandhaafd op graffiti, op fietsen op de stoep, fietsen zonder licht, wildplassen. Ik was een keer met mijn zoontje, die was toen 4 of 5 buiten en hij moest ontzettend nodig plassen. En ik parkeerde hem keurig in de bosjes achter een boom en er komen 2 agenten die mij daarop aanspraken. Ja, ja. Dat ik zei van, ik kan het niet helpen dat de openbare toiletten zijn opgeheven. In een winkel mag je niet naar het toilet. Dus als jullie denken dat de openbare eerbaarheid niet wordt geschonden als mijn zoon hier op de stoep in zijn broek plast. Ja, ja, dus ons belastinggeld wordt ook uitgegeven aan politie die voorkomt dat kinderen hun plasje doen in de bosjes. Zeker in die tijd, maar het idee was dat je op die manier de verloedering van de publieke ruimte zou kunnen tegengaan. Op een soort microniveau. En daarna is die zero tolerance steeds verder opgerekt en uitgebreid en is de handhaving steeds strenger geworden. Dat is mijn inschatting. Maar is zero tolerance ook in Nederland een kreet geweest, een doel geweest van de politie? Nee, toch? Dat in ja, New York. Ja, wel, ja. Maar natuurlijk. Maar binnen een ander sociaal-maatschappelijk kader dan in Amerika. Want Nederland is een ander land. Ja. Ja, ik weet wel dat er een hele discussie is geweest bij de politie, ook intern, maar ook maatschappelijk daaromheen. Dus in de jaren 70, waarin ook Erik Nordholt, die toen commissaris was in Amsterdam, een rol speelde. Misschien weet jij dat ook. En eigenlijk is naar aanleiding van al die discussies ook de politiewet uitgebreid. Dus in zeg maar, al die discussies sloegen juist in 1993 neer in een nieuwe politiewet. En er werd aan de oude doelen van wat die de politie moest dienen nog een extra doel toegevoegd. Dus je hebt handhaving, opsporing, hulpverlening aan de burger en dan heb je ook preventie. En dat is eigenlijk, dat laatste is zeg maar dat de publieke veiligheid bewaakt moet worden en dat dus de politie ook moet voorkomen dat er geweld komt. En dit betekende eigenlijk, dit denken, dat de politie en ook echt een sociale taak had, veel meer een maatschappelijk werk ook weer. En dat je dus veel meer inzet van wijkagenten kreeg om te zorgen dat de buurt veilig en prettig bleef. Ja, en bij de politie gebruiken ze daarvoor de Engelse term COP, Community Oriented Policing. Kijk. Maar wat ik ook weet, want ik heb wel eens een stuk geschreven over politierobots en de opkomst van robottechnologie bij de politie. Dus. En toen ging het ook over, zeg maar, de inzet van wapens door de politie. En daar zie je ook dat, zeg maar, eigenlijk vanuit dat sociale denken van die politie, wapens helemaal geen middel waren. Die zouden juist alleen maar provocerend zijn. En dus dat het wapen, de inzet van wapens juist een tijdje op een laag pitje stond. Terwijl je ziet dan dat na 2000 dat wapen, die discussie over inzet van wapens en tasers en andere dingen en opsporing met behulp van technologie, dat weer een veel ruimer baan krijgt. Nou ja, wat hier ook meespeelt is het verlies aan gezag. Wat zowel de maatschappij opmerkte, maar ook de politie zelf. Deels natuurlijk bekende uitspraak, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ja. Toename van de criminaliteit. Mensen dachten van ik kan alles maken, want de politie wil toch mijn beste vriend zijn. Je had nog het beroemde IRT-schandaal, waarbij het interregionale rechercheteam buitengewoon dubieuze opsporingspraktijken had, tot op het punt dat informanten en agenten zelf drugs gingen dealen en daar ook nog de verdiensten van hun eigen zak mochten steken. Wanneer was dat? Was het in de jaren 80, begin jaren 90? Volgens mij was het begin jaren 90. Ook Nordholz speelde daar een rol bij, toch? Ja, het was iets wat het aanzien en het gezag van de politie veel schade heeft toegebracht. Dus een deel van de verharding is denk ik ook dat ze probeerden om weer iets van het oude gezag terug te winnen. En want zoiets is vaak een vicieuze cirkel. Dus als je zegt het gezag neemt af, komt dat dan niet ook doordat de politie juist zich op een bepaalde manier gedraagt, waardoor ze dat gezag verliest? Of is dat een onafhankelijke factor? Nou ja, dat bedoel,
Als je hier op tafel een stuk worst hebt liggen en je hebt er een hongerige hond naast. Mm-hmm. En je zegt steeds tegen die hond van, lijkt me niet zo'n goed idee als jij die worst van de tafel haalt. Dan zal hij het blijven proberen. Maar als je hem iedere keer een tik op zijn neus geeft, dan houdt hij op een gegeven moment wel op om te kijken of hij die worst van die tafel kan pikken. Ja. Ik bedoel, ik denk dat, ja, misschien is het wat te simplistisch om jij mensen... Jij denkt dat de politie te weinig haar gezag liet zien. Ja, en dat hoeft niet per se met geweld. Maar als je de hele tijd met mensen in vriendelijke dialoog gaat, dan zullen mensen die van kwade wil zijn geneigd zijn om te denken van, ik kan hier wel mee wegkomen. Ja. Ja, ik zou, want we zijn nu ook enigszins aan het speculeren, denk ik. Want we zouden dit misschien moeten onderbouwen met kennis en ja, onderzoek. En als we een academisch artikel zouden... Ik zou ook het omgekeerde me dus kunnen voorstellen. En dat ervaar ik eigenlijk zelf. Want ik ben, ik ben een braaf meisje. Ik geloofde ook dat de politie je beste vriend kon zijn als je binnen de lijntjes gedroeg. Dat heb ik heel lang ook geloofd en ook gezien. Maar eigenlijk door dat soort ervaringen als bij die coronademonstratie in 21 op het Haagse Malieveld, ben ik daar eigenlijk aan gaan twijfelen. Dus is mijn achting voor de politie eigenlijk aan het dalen, omdat ik zie dat ze niet zich altijd netjes aan de proportionaliteit van het geweldsmonopolie houden. Geweld. Ja, maar dat lijkt me een beetje een eenzijdige kijk. Alsof het instituut politie losstaat van de ontwikkeling in de samenleving. Mm-hmm. Wat je ziet na 2000 is de opkomst van rechts, van Pim Fortuyn. Er is natuurlijk altijd, is dat een ding van conservatieve krachten geweest. Meer blauw op straat, strengere wetten, zwaardere straffen. In de gedoogde jaren 70 was er nog een progressieve lobby die krachtig genoeg was om invloed uit te oefenen op dat proces. Dus ja, als het volk gaat roepen om meer tucht en orde, zal de politiek en zal de politie daarop reageren door de teugels strakker aan te trekken. Dat is niet zoiets dat de politie eigenmachtig besluit van laten wij erop losslaan, dan komt alles goed. Ja, maar ze ondermijnt haar... Dus dat hele idee van dat geweldsmonopolie op het moment dat ze regelmatig die proportionaliteit uit het oog verliest, dan verliest ze toch aan gezag. Dan kun je dus de politie toch veel minder dat geweldsmonopolie toevertrouwen. Nou ja, dat is een soort vicieuze cirkel die natuurlijk optreedt. Je hebt een verharding in de sociale orde, de sociaal-economische orde, discours. En dat manifesteert zich in een roep om meer tucht en orde, strengere wetten, zwaardere straffen. Maar er is genoeg onderzoek gedaan naar zwaardere straffen om aan te tonen dat de verharding verder doet toenemen. Dus het is een schijnoplossing die niet echt werkt. Ik heb geen antwoord op wat er wel werkt. Afgezien van dat ik denk van je zou eigenlijk van de grond af moeten beginnen met gewoon mensen goed opvoeden en een kader geven zodat ze zichzelf kunnen besturen. En idealiter, dat is een hele utopisch idealistische gedachte, zou er dan helemaal geen politie nodig zijn. Ja. Ja, want eigenlijk is die politie een soort end-of-pipe oplossing. Als het dan uit de hand loopt, dan hebben we de politie. Terwijl het veel meer gaat om... Ja, in jouw geliefde termen zou je de politie als een hele grote geïnstitutionaliseerde technological fix kunnen zien. Mm-hmm. Zo van, we zitten met een maatschappelijk probleem en we trekken gewoon nog een blik agenten open en dan zal dat probleem zich vast wel oplossen. Ja. Ja. Ja, want dat eigenlijk gaat dit ook op een visie over het geweld überhaupt tussen mensen, waar dat vandaan komt. En of dat überhaupt dus te beteugelen is. Nou ja, de mensen willen dingen. En mensen willen vaak verschillende dingen. Mm. En een deel van die verschillende dingen kunnen opgelost worden in
rationeel overleg, mm-hmm. of jouw andere favoriete term, de deliberatieve democratie. Mm-hmm. En voor een deel blijven die belangen botsen. En als je daar met overleg niet uitkomt, zijn mensen dan geneigd om te kijken van, kan ik met geweld mijn zinken? Mensen. Ja, sommige mensen, maar ook groepen mensen, collectieven. Dan heb je het over oorlogen, want dat is in feite een uitvergroting van datzelfde belangenconflict dat zich ook op een microniveau kan afspelen. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een aardig gedachte-experiment of er samenleving mogelijk is zonder politie. Nou ja, zulke samenlevingen zijn er, maar dat zijn meestal kleine stammensamenlevingen. Ja, en zonder politie, maar ook zonder eigen richting. Ja, god, ooit een boek van Albers gelezen, A. Albers. En daar werd een man, ik geloof op Nieuw-Guinea, veroordeeld door de rechter. Hij besefte dat hij straf verdiend had. En op de terugweg beschrijft dan de ik-persoon hoe die man langs de weg in zijn eentje zag lopen op weg naar de gevangenis om zijn straf te halen. Dat vond ik zo'n mooi beeld van hoe dat in een naïeve samenleving zou werken. Als je gewoon bent opgevoed van, als je schuldig bent, moet je boeten. No two ways about it. Ja, en dan neem je dat ook ruiterlijk op je. Ja. Die straf. Ja, ik denk dat je ook in een stammen, als er echt een ernstige transgressie is, dat je niet eens van eigen richting kan spreken. Want ik denk dat dan de stamoudste of misschien wel de hele stam bij elkaar komt om te besluiten van wat gaan we met deze persoon doen. Maar er is niet een aparte rechterlijke macht. Er is niet een aparte wetgevende macht. En er is niet een aparte uitvoerende macht. Maar nogmaals, dan heb je het over kleine tribale samenlevingen, niet grote stedelijke opeenhopingen van mensen. Over de gemeenschap en niet over de gezelschap. Ja, zeg maar. Genau. Maar zou je dan niet kunnen stellen dat juist in de gezelschap, zeg maar de gelaagde, ingewikkelde stedelijke samenleving, dat het überhaupt niet mogelijk is? Dus dat je daar altijd een ordebewaker nodig hebt. Dus de politie. Ja, er is van oudsher wel altijd zo'n soort institutie geweest natuurlijk. Bij de oude Grieken waar de democratie opkwam had je ook de wachters. Weet ik niet precies. Ik had de indruk altijd dat hun voornaamste functie was de polis te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Maar ik neem aan dat ze ook intern de orde handhaafden mocht dat nodig zijn. Ik weet alleen niet hoe vaak dat nodig was. Ik kan me moeilijk Socrates voorstellen dat hij een telefooncel sloopt of dat hij ergens graffiti staat te spuiten. Nou was Athene een democratie, maar in der tijd. Maar het bezwaar van politiemacht is, we hebben het ook over politiestaten, dat de machtigste partij die politie voor zijn eigen doelen gebruikt en niet gecontroleerd wordt daarin. Ja. Nou ja, het is waardoor er dus geweld tegen de samenleving wordt gebruikt. Nou ja, misschien moet je die stad iets abstracter definiëren. Ja. Want het woord politie, het woord politiek, daar zit polis in. Mm-hmm. Dus een polis veronderstelt eigenlijk bijna dat er politiek is. En misschien ook wel dat er politie is. Om de openbare orde in de polis te handhaven. Ja. Ja, maar waar ik het over heb is hoe je die dat geweld wat die politie in handen wordt gegeven, hoe je dat binnen de perken kunt houden. He, zodat het strikt voor de doelen waarvoor het bedoeld is gebruikt wordt. En dat die staat niet zelf ook als macht zich tegen de burger kan keren. Of tegen sommige burgers. He, zoals in het geval van die coronademonstratie werd in feite die mensen hun demonstratierecht ontzegd. Doordat ze hard neergeslagen werden en weggeknuppeld werden. Nou ja, het sociale contract veronderstelt dat enerzijds door een soort onuitgesproken, ook niet ondertekend meerderheidsbesluit, dat geweldsmonopolie aan politie en leger werd toegekend. Het veronderstelt anderzijds ook dat er vanuit die gemeenschap een kader werd aangedragen waarbinnen
die beheerders van het geweldsmonopolie mochten opereren. En in dat kader is proportionaliteit natuurlijk een belangrijk ding. Dus wederom, daar heb je een samenspel tussen samenleving en de zwaardmacht. Die zwaardmacht die opereert niet onafhankelijk van de samenleving naar eigen ambtelijke willekeur of zo. Ja. Ja, wat me nog niet helemaal duidelijk is, want daar hebben we dus blijkbaar een verschil, dat ik toch inschat dat we op een hellend vlak ons begeven waarbij dat geweld van de politie toeneemt, structureel. En dus er dreigt dat, we zijn geen politiestaat, maar we zijn wel, ik zie die rechtsstaat wel aan het afbrokkelen. En dus dit ook als gevaar, van dat we aan een... de politie, aan de macht dat monopolie geven, terwijl het niet beheersbaar lijkt. Terwijl jij daar minder pessimistisch over lijkt. Nou, ik ben... Voor mij zou het gaan om hoe we dat dus wel weer in de perken kunnen houden. Ik ben daar niet per se minder pessimistisch over. Ik zou het zelf hopelijk iets genuanceerder noemen. Omdat ik de hele tijd kijk hoe verhoudt de politie zich tot dat maatschappelijke krachtenspel. Als je wil dat de politie proportioneler handelt, dan zul je dus vanuit de gemeenschap moeten aangeven, dit kan zo niet. Maar de afgelopen jaren hoor je steeds vaker geluiden van sla erop en sla er harder op. Geen genade, wederom strengere wetten, hardere handhaving. Dus dat is niet iets wat alleen vanuit de politie komt. Ik vind politie... Ja, dit is een samenspel. En ik doe te veel alsof het door de politie... Ja, jij stelt de politie tegenover de samenleving. Ja. En dat lijkt me een te simplistische opvatting. Wat het interessante is, dat is de morele spagaat van de politie, zoals ik dat dan zelf mag noemen. Je bent een uitvoerende macht. En dat betekent dat als ze zeggen van sla erop... want de wet wordt hier overtreden, dat het jouw taak is om erop te slaan. Maar jij kan niet zeggen van, ik ga zelf bepalen welke wetten ik handhaaf en welke wetten niet. Want dan ga je op de stoel van de wetgever zitten en dat is een andere functie. Maar aan de andere kant is er ook nog zoiets als het persoonlijke geweten. Want anders zit je in een soort bevel-is-bevel-constructie. Daarom, ik vind politie wel een mooi beroep. Maar ik zou chronische gewetensbezwaarden zijn. Omdat ik de hele tijd een orde handhaaf waar ik het fundamenteel mee oneens ben. Zoals die mensen die in Amsterdam op het Museumplein koffie zaten te drinken. Dan is er een verondersteld gevaar voor de volksgezondheid dat nooit is aangetoond. Er is ook nooit gebleken dat enige demonstratie correleerde met een uitbraak. Maar er werd gezegd van dit is een gevaar voor de volksgezondheid en dat legitimeerde krachtdadig ingrijpen van de politie. Wat deed de politie? Die pakte mensen op, stopte ze in een bus... Heel dicht op elkaar, zonder maskers. Waardoor ze alsnog een mogelijk gevaar voor de... Als je een superspreader event had willen organiseren, had je het niet beter kunnen doen dan dit ingrijpen. En vervolgens werden die mensen aan de rand van de gemeentegrens Amsterdam gedumpt, alsof ze niet terug zouden komen. Het is echt van een naïviteit en een domheid die hemeltergend is. Ik lees daarin dat de staat zijn spierballen wil laten zien. Jawel, maar wederom, de meerderheid van de bevolking moedigde dit aan. Dat is niet een besluit dat vanuit de driehoek of vanuit de politie alleen kwam. Dat is ook dat de samenleving graag wil zien dat er tegen die gevaarlijke elementen werd opgetreden. Wat dus door hen gepercipieerd werd als gevaarlijke elementen. Ja, maar dreig je dan niet ook zelf retorisch te zijn? Want die samenleving is natuurlijk een constructie. Want er waren een heleboel mensen. Dus ook al, stel, we hebben de wetten en we hebben de wensen van... zeer verschillende wensen van mensen die in de samenleving. Het kan dat... 90% van de samenleving vindt dat de politie erop los moet slaan, terwijl de wet zegt dat dat niet kan in dat geval. Dan gebeurt het toch ook niet. Nou ja, tenzij er dus uitzonderingstoestanden worden aangegeven binnen de wet. Ik bedoel, het demonstratierecht
is opgenomen in de grondrechten, maar er zijn beperkingen aangesteld, ja. Zoals een bedreiging van de openbare orde of een bedreiging van de volksgezondheid. En in dit geval werd die bedreiging van de volksgezondheid door zowel de autoriteiten als het publiek gezien als een legitimering van krachtdadig optreden. Een deel van het publiek. Toch? Ja, een heel groot deel van het publiek, ja. Want dat noem ik dan altijd de meegaande meerderheid. Ja. Je hebt in Amerika heb je die prachtige term, de moral majority, maar dat heeft een christelijke klank. Ja. Ik probeer hem te vertalen als de meegaande meerderheid. De mensen die zich conformeren, ja, aan het discours. Om jouw punt te onderstrepen, dus die beruchte demonstratie van maart 21... waar die Miltzer dus over rapporteerde. Later heeft ook Amnesty daar wel bezwaren tegen gemaakt. Maar Amnesty was toen helemaal niet zo fel. Veel minder fel dan deze VN-rapporteur, die Miltzer. De Amnesty komt in allerlei landen op voor politiegeweld. Maar nu het hier in Nederland voor hun ogen, zeg maar, gebeurde van Amnesty NL... leken ze minder scherp daarop dan als het in Rusland of Iran, et cetera, gebeurt. Ja, maar dat geldt voor een heleboel organisaties, in Nederland gevestigde organisatie, dat ze blind zijn voor de balk in eigen oog. Het is makkelijker om schendingen van de democratie of de grondrechten in andere landen, verre landen, dat zijn dictaturen, dat zijn totalitaire staten. Daar wordt er met gasgranaten gevuurd op demonstranten. Daar worden demonstraties uiteengeslagen zonder duidelijke redenen. Maar bij ons is het goed geregeld. Dat is een soort bias. En dat zit bij een ander aspect. En dat is de framing. En dat is het communicatieniveau. Mm-hmm. Wat ook natuurlijk voor een groot deel bij de autoriteiten ligt. Zoals het single narrative rond corona door politici en de reguliere nieuwsmedia werd mm-hmm. verbreid. Mm-hmm. Zo werd ook het idee verbreid dat we hier niet te maken hadden met vreedzame demonstranten, maar met gevaarlijke asocialen en relschoppers. En vanuit dat frame, wat de meeste mensen te horen kregen, omdat de meeste mensen nu eenmaal zich laten informeren door de reguliere nieuwsmedia. Mm-hmm. Vanuit dat frame dachten mensen van, in dat geval is het wel legitiem om stevig op te aan te pakken. Ja. Ja, het is grappig, want in dat vorige gesprek met Stan Bach kwam eigenlijk ditzelfde punt dat ik eigenlijk bij hem viste van, moeten we niet juist die wet verbeteren om dit te voorkomen? En dat ook Stan zei van, ja, maar het is ook iets wat bij burgers zelf ligt, hè? Dus waar we zelf weerbaarder moeten worden. Ja. En datzelfde punt maak jij eigenlijk, dat het echt bij de burger zelf begint als je dat politiegeweld ook wilt beteugelen. Ja, ben ik van overtuigd. Maar daar zit een andere idee van macht aan ten grondslag. Ik weet niet of Stan en ik daar nou op hetzelfde spoor zitten, maar ik heb me een beetje dat ingewikkelde differentiedenken van Foucault eigen gemaakt, met name op dat gebied van macht. Dat het niet iets is wat je kan grijpen, naar je toe kan trekken. Dat het een soort resultante is van alle krachten die op alle verschillende niveaus, micro, macro, meso en macro in de samenleving op elkaar inwerken. Dus het is een relationeel netwerk. Er is een dader en een slachtoffer en die staan in een relatie tussen elkaar, tot elkaar. Er is een tiran en er is een onderdrukte. Maar als de onderdrukte zich niet laat onderdrukken, is er geen tiran meer. Lang voor Foucault had je al een Franse denker, Etienne de la Boétie, die heeft een boekje geschreven, La servitude de volontaire. Oftewel, heel lang voor Foucault, toch? Een paar, 2 eeuwen ongeveer, misschien wel 3. Ik ben nooit zo goed in jaartallen. Ik dacht in de 16e eeuw. Maar ja, hij was een tijdgenoot en een vriend van Montaigne. Mm-hmm. Maar in dat boekje, De Vrijwillige Slavernij, zegt hij van, jullie hoeven de tiran niet eens ten val te brengen. Dat vraag ik niet van jullie. Jullie hoeven hem alleen niet meer te steunen. Dan zal hij als een enorme kolos onder zijn eigen gewicht in elkaar storten. En daar zie je ook die relationaliteit van de macht. Ja, dit zag je mooi in de DDR, in de instorting van de DDR, ja. 89. Ja.
Waar die hele dat ging trouwens ook over de politie, de VOPO, die eerst zo gevaarlijk leek en onderdrukkend. Dat opeens er ook geen angst meer was. Nog een beetje, maar... Ja, je ziet dat bij heel veel Want tegen deze visie kun je inbrengen van... Ja, we kunnen wel niet geloven dat die koning geen macht meer heeft, maar... als die alleen maar kolossen instort. Maar we hebben nog altijd die politiemacht die al die wapens heeft. Die kan ons nog steeds onderdrukken. Daar kunnen we nog steeds bang voor zijn. Ja, maar het gaat, hier is de tiran niet een persoon. Mm-hmm. We zitten niet wat dat er gaat in een Stalinistische of een nazistische dictatuur. Hier is de tirannie een discours. Noem het voor mijn part het neoliberale discours. En zolang mensen dat onderschrijven, is dat discours geldig. En zodra mensen dat discours niet meer onderschrijven, dan kan er iets veranderen. Want ik kan die visie wel volgen, maar ik denk dan toch dat er tegelijkertijd een concrete macht is van een staat die... over middelen beschikt waarover gewone burgers niet beschikken. Nee, maar zolang wij nog een democratie zijn... of zelfs zolang wij nog de illusie hebben dat we een democratie zijn... is er sturing mogelijk op de politiek, op de wetgevende macht... Mm-hmm. op het kader waarbinnen die politie opereert. Dus als wij als samenleving zeggen niet van meer tucht en orde... strengere wetten, zwaardere straffen, maar... meer proportionaliteit, een betere afweging, terughoudendheid, wederom invoeren, dialoog, de-escalatie doorpakken, dan verandert ook de manier waarop de politie haar taken invult. Ja. Dus wat dat er gaat, zie ik nog steeds die relatie en tussen samen. En zit dat probleem dan niet daar dat we precies niet bijvoorbeeld deze incidenten, van waarin toch de vraag is of dat niet disproportioneel is, de inzet van geweld, dat we dat niet voldoende bespreken. Dus dat we niet voldoende zien dat die politie uiteindelijk onze macht is, ons instrument is. Ja, nou ja, dat is wat ik ook zeg. Dat is natuurlijk ook dat discours. En dan moet je weer een volgende laag van dat discours afpellen. En dat is dat steeds meer mensen het gevoel hebben van... ik kan dat discours helemaal niet beïnvloeden. Mijn stem doet er niet toe. Ik heb hier niets over te zeggen. Mensen kunnen wel schreeuwen en dat doen ze ook graag. Zeker op sociale media. Maar niet met het idee van... ik kan iets aan de gevestigde orde veranderen. Dat is natuurlijk ook als je gewoon 40 jaar lang... bent blootgesteld aan een technocratisch denken van... er wordt over je beslist door mensen die ervoor gestudeerd hebben... die het kunnen weten. Ja, dan neemt jouw eigen beslissingsbevoegdheid... En je vertrouwen in de mogelijkheid daarvan natuurlijk af. En wat is precies dat discours waar mensen niets aan kunnen doen volgens jou? Waarvan ze het gevoel... Hoe kun je dat kort... beschrijven? Het discours van wat zoals ik het zie, want het is natuurlijk persoonlijke invulling allemaal, hè? Dat zal duidelijk zijn. Het is een discours waarin de gemeenschap niet meer bestaat. Zoals Margaret Thatcher zei, there is no such thing as society. Mm-hmm. Er zijn alleen individuen en families, gezinnetjes. Dat is ongeveer zoals de Nederlandse samenleving nu is ingericht. Zoals de meeste westerse samenlevingen zijn ingericht. Dus die gemeenschap, zoals jij het dan noemt, die is nagenoeg uitgehold in dat discours. Wat je overhoudt is een vrije markt, waarin mensen geen lotgenoten of deelgenoten of medemensen zijn, maar concurrenten. En dat betekent een heleboel wantrouwen, een enorm gebrek aan solidariteit en ook een enorm gebrek aan tolerantie. Want je komt niet meer door onderling overleg nader tot elkaar. Dus ik denk dat ongeveer het effect is van dat discours, hoe dat die verharding in de samenleving aanstuurt. Ja, want is de uitkomst daarvan dat je dus juist meer politiemacht nodig hebt om conflicten te beslechten? Binnen dit discours wel. Maar dan zou je moeten zeggen, we moeten een ander discours... Want je zou zeggen, het is een intrinsiek gewelddadig discours eigenlijk... om de ander als concurrent voor te stellen. Ja, ik bedoel, in dat discours zit
een oorlog van allen tegen allen besloten, maar dan op economisch niveau, niet met de wapenen, maar dat is natuurlijk de volgende stap. Want als je er niet gewoon op een transactioneel niveau uit kunt komen, economische ruil, dan moet je op een gegeven moment je belangen met geweld gaan verdedigen. Ja, want hoe verhoudt dit zich dan, want dit is een interessante visie, maar hoe verhoudt zich dat dan tot jouw oproep dat mensen überhaupt meer aan geweldsbeheersing doen op persoonlijk niveau? Want zolang dit discours, dit potentieel gewelddadige discours heerst, zou ook dat, als je allemaal cursus zelfverdediging doet en aan zelfbeheersing doet, ook een doekje voor het bloeden zijn. Als iedereen dat zou doen, dan denk ik dat niet een doekje voor het bloeden is. Maar net wat ik zeg, dat is een utopisch, idealistische gedachte. Nou, maar in feite zeg je, de oorzaak voor dat geweld en voor de noodzaak van politiegeweld enzovoort is die maatschappelijke visie. Ja, en dat is het aardige nu. Daar komen ze bij elkaar. Dat geweldsmonopolie en dat vrije marktdiscours, dat je zegt van oké, we zijn concurrenten van elkaar. Als ik niet door overleg mijn zin kan krijgen, dan doe ik het met geweld. Maar dat kan je niet zelf doen, dat is eigen richting. Dus is dat geweld dan gedelegeerd aan politie en leger. En wat je dan in feite ziet, is dat politie en leger een gevestigde orde gaan handhaven. En een serie wetten die gevestigde orde dienen. Een grote financieel-economische elite die beschermd moet worden tegen het volk. Die toezicht mag houden op het volk. Terwijl dat volk zelf, het is er en het is nodig om de machine te laten draaien. Maar meer ook niet. Ja, nee, dat zie je bij heel veel inzet van politiegeweld. Dat ook gewoon dit oneerlijke systeem in feite moet bewaken. In stand moet houden. Nou, dat vond ik dus zo mooi. Denk maar aan etnische profilering. Dat is een hele oneerlijke manier om dat geweld toe te doen. De mensen tegen wie etnische profilering wordt gericht, die zouden hetzelfde kunnen zeggen als de krakers aan het eind van de jaren 80. Hun rechtsorde is de onze niet. Ja. Ik heb dat altijd een interessante statement gevonden. Dat er een rechtsorde is die democratisch gelegitimeerd lijkt te zijn, maar die toch maar eigenlijk een zeer kleine groep ten goede komt. Ja, nou ja, in die gevallen van Mitch Henriques en die jongen bij het Hollands Spoor waren dat mensen met een kleur die de dood vonden dankzij dat politiegeweld. En dat is niet toevallig, denk ik. Dus dat onderstreept dat. Ja, dat is niet toevallig. Aan de andere kant is er ook wel iets, dat heb ik ook al gehoord uit gesprekken die ik met agenten heb gevoerd, dat als je lang genoeg op straat zit, dat je zult merken dat bepaalde bevolkingsgroepen oververtegenwoordigd zijn in met name de kleine criminaliteit. Ja. En dan raak je vanzelf meer gefocust op die groepen, ook wanneer het misschien niet ten onrechte is. Een prachtige verhaal van Miles Davis, die in zijn allernieuwste sportwagen over straat reed en werd aangehouden. Want zo'n zwarte man kon niet in zo'n wagen rijden. Maakt niet uit of hij Miles Davis is. Miles Davis is in New York door de politie ook in elkaar geslagen, omdat hij voor een club stond te roken nadat hij net gespeeld had. Ja, maar het onderstreept wel die uitspraken over van jouw rechtsorde is de onze niet. Ja, nee, precies. Nee, maar Miles Davis was daar heel, heel fel in. Mohammed Ali was daar ook heel fel in. Dat hij zich bewust was van de gebreken van de rechtsorde ten aanzien van minderheden. De beroemde zin waarmee hij weigerde om in Vietnam te vechten. No Viet Cong ever called me a nigger. Jouw boek heet Van de weg naar de straat. Ja. En in die titel zit ook al toch een visie op geweldsbeheersing. Dat moet je even uitleggen. Want van de weg is de weg van het do, van het budo. Ja, dat is een weg als een levensweg. Ja. Een manier om jezelf te cultiveren. En de vraag is hoe je dat op straat
kunt toepassen. Niet alleen op straat, maar gewoon in je dagelijks leven. In de manier waarop je met stress en conflicten omgaat. Dat je niet zoiets hebt van, ik wil stress en conflicten tot elke prijs vermijden. Of iemand voor me zetten die dat opvangt. Maar dat je dingen op je af laat komen. Wat ik aan het begin vertelde van die jongen die zo verschrikkelijk snel en hard aanviel. Dat ik dacht van, oeps, dat is even wennen. Maar goed, ik moet er maar het beste... Die jonge gast bij de training. Ja, maar dan heb ik toch zoiets van, nou, ik moet er maar het beste van zien te maken. Ik word op het allerlaatste moment opgeroepen om een gesprek te voeren bij de nieuwe wereld. Ik heb me helemaal niet voorbereid. En dan denk ik, nou, we zullen wel zien wat er van wordt. In het ergste geval gaan we dit allemaal deleten. Ja. En voor de rest zitten we gewoon aan tafel. Dat is allemaal dezelfde manier om basically met stress en conflicten om te gaan. Kon je die jongen eigenlijk aan? Want jij als jonge zestiger, kun je dan zo'n jongen aan? Ja, jongen, ja? Natuurlijk. Wat doe je dan? Nou, ik steek twee vingers in zijn ogen en ik schop hem voor zijn ballen. Het probleem is opgelost. Dat mag vast niet volgens de karate-regels. Nee, maar ik stap uit de lijn en af en toe dan ben ik te traag of ik anticipeer. En dat is niet de bedoeling en dan krijg je een peut. En, ja. En dat houdt je bij de les. Dat is ook goed, want daar gaat het om. Je zit niet te borduren. Maar over het algemeen was ik wel weg. En het leuke van het stijl van karate die ik doe, is dat het wegstappen, dat is tegelijk een tegenaan. Van hier komt een arm, duw de arm weg en geef hem tegelijk eroverheen. In één beweging, hop, zo een tik tegen zijn kop. En dat is dan een gecontroleerde tik. Maar in een realiteit zou dat natuurlijk wat anders uitpakken. Ja, want zou je van de weg naar de straat, zou je op straat zo'n aanvaller kunnen afslaan? Dat is natuurlijk een interessante vraag. Want ik ben nooit karate genoemd zoals veel mensen, omdat ik me onzeker voelde op straat. Ik was zo iemand die er altijd wel op los sloeg. Niet vaak of zo, maar dat is bij Gods gratie altijd wel goed afgelopen. Maar ik heb nu zoveel controle en remmingsvezels opgebouwd dat ik eigenlijk zou moeten besluiten om het beest los te laten. Want ik ben me ook bewust van het prijskaartje dat er aan dat geweld hangt. Ik bedoel, kan je een gevecht winnen? Nou, misschien. Dan sla ik iemand ongelukkig en ben ik de rest van mijn leven mijn inkomen aan het afdragen voor zijn medische verzorging, gerechtelijke kosten en zo. Dus dan denk ik van, oké, dat is wat ik me na zo'n akkefietje heb voorgenomen. Een afweging van, is dit belangrijk genoeg om voor de bak in te gaan? Een belediging is dat niet. Iemand die een duw geeft, is dat ook niet. Mm-hmm. Maar als iemand echt jou of je kind fysiek bedreigt met de dood of een verkrachting, dan denk ik, oké, dat is een zaak waarvoor ik wel de bak in wil. Maar daarvoor is nou juist de politie. Geen eigen richting. Ja. Maar dat je op zo'n moment 112 belt. Ja, nou dat is heel mooi. Want de politie heeft een gemiddelde responstijd in de grote steden van een kwartier. En het gemiddelde gevecht is een kwestie van hooguit een paar minuten. Dus tegen die tijd ben je al dood. Als het echt om zo'n essentiële conflict gaat. En als jij dan als karateka een klap uitdeelt? Ja, dan ben ik in het nadeel. Dat is waar ik het met Jan Bloem ook over had. De zogeheten garantenstelling. Als je politie bent, leger, in de beveiliging hebt gezeten of een krijgskunst hebt beoefend, wordt er van jou verwacht dat jij zo boven de situatie staat dat je te alle tijden proportioneel geweld toe kan passen. Alsof jij niet stijf staat van de hormonen. Ja, dus eigenlijk werkt het. Je zou denken dat het in je voordeel is dat je juist de kunst verstaat om geweld te gebruiken op een beheerste manier. Maar dat werkt in je nadeel in feite bij ze. In zo'n geval wel. Nou ja, net wat ik zeg, tenzij je in staat bent. Tenzij je in staat bent om die knop om te zetten en nog even een rationele inschatting te maken van, is dit de moeite waard om het beest los te laten? Dan loop ik nu weg. Als het ook maar enigszins mogelijk is. En zo ja, dan ga ik er vol in. Ja. Ja, volgens mij wilde je het ook nog over zinloos en zinvol geweld hebben. Nou, mijn optiek is dat
is... Ik neig toch altijd naar pacifisme. Is zinvol geweld een contradictio in terminis? Maar volgens jou is juist andersom. Zinloos geweld iets niet wat bestaat. Iets wat niet bestaat. Nou ja, zinvol suggereert functioneel dat iets een zin heeft. Dat het een doel dient. Middel tot een doel. Mijn overtuiging is dat alles wat is, een doel heeft. Want als het geen doel heeft, zou het er niet zijn. Misschien een simplistische opvatting, but it works for me. En als ik dat dan uitpak, dan zeg je van... het geweld dat een bankrover gebruikt om zijn zin te krijgen... dat is zinvol, want het is een middel tot een doel. En als hij ermee weg kan komen en vervolgens een flinke poet geld eraan overhoudt, dan succes gegarandeerd. Dus het is zinvol vanuit de optiek van ik wil rijk worden door de bank te beroven. Ja, maar ook iemand die op straat zomaar iemand in elkaar slaat. De Joes Kloppenburg situaties, vorige eeuw, de lieve heersbeestjes, het zinloze geweld. Daar zit waarschijnlijk voor een evolutionair bioloog nog altijd een doel dat gediend wordt. Het bevestigen van jouw plek in de pikorde, in de hiërarchie. Het imponeren van seksuele rivalen of eventueel dames. Ook dan heeft het een doel. Politie die krakers een pand uittimmert, kan je zeggen van, nou, dat is functioneel vanuit het oogpunt van de speculant. Maar je kan ook zeggen, het is immoreel vanuit het oogpunt van de woningnood dat zo'n kantoorpand al jaren leeg staat, terwijl de mensen dringend om een woning verlegen zitten. Dus dat bedoel ik, het is perspectief gebonden of iets zinvol of zinloos is. En dan ben ik geneigd om te denken dat het altijd wel zinvol is in verhouding tot een bepaald doel. En in welk kader schreef je hierover? Dus waarom is het belangrijk voor jou om de term zinloos geweld bij te stellen? Ja, ik weet niet of het belangrijk is, maar het was iets wat ik me afvroeg. Hoe die twee zich tot elkaar verhielden. En op zoek naar het antwoord kwam ik tot de bevindingen zoals ik ze net eventjes schetsmatig uiteengezet heb. Ja, maar, want zou het belangrijk zijn dat we zien dat elk geweld wat gebruikt wordt vanuit de optiek van de geweldenaar een doel dient? Ja, nou ja. Maakt dat het anders? Hoe we over geweld denken? Ik denk het wel, want een heleboel geweld wordt zinloos genoemd omdat je de betekenis en de context ervan niet ziet. Je ziet ook vaak filmpjes van politie die zich te buiten gaat en disproportioneel geweld. Maar die filmpjes die tonen niet de aanloop daartoe. Dus je ziet alleen de actie die dan volslagen zinloos lijkt en volslagen disproportioneel. Maar als je niet weet wat eraan vooraf is gegaan, dan kan je er eigenlijk niet goed over oordelen. Maar goed, op sociale media gonst het dan weer van buitensporig politiegeweld. Ja. En net wat ik zeg, ik geloof absoluut dat er disproportioneel geweld is. Nou ja, dat zei ik net al. Ik weet niet of ik dat structureel zou noemen. Ik denk wel dat het vaker wordt toegepast. Maar dat is dus die samenlevingscontext. Ja, ja, ik zou andersom dus wel voor veel geweld de titel zinloos willen blijven gebruiken. Ten meer daar, ik denk, ik kan je redenering volgen hoor, maar ik ben zelf echt een felle tegenstander van inzet van politiegeweld. Omdat ik denk dat het geweld noodzakelijkerwijs escaleert. Dus het beste geweld is geen geweld. Op het moment dat ook de politie dus geweld gebruikt, dan zie je dat er iets gebeurt bij degene tegen wie dat gebruikt wordt. En dan ontstaat er angst, dan slaan de amygdala op hol en gaan mensen ook weer geweld gebruiken. Dus dat is de bekende spiraal, de vicieuze cirkel van het escalerende geweld. In die zin zou ik geweld juist zinloos vinden. Ja, maar jouw gebruik van de term zinloos is, is een morele invulling ervan. Ja. En mijn invulling ervan is waardeneutraal, is gewoon technisch. Dus dat is wel een verschil, denk ik.
Ja, maar dan zijn we eigenlijk aan het begin van dat gesprek, van waar mijn zorg zit, van hoe moeten we dat geweld juist beteugelen in de samenleving en dan in het bijzonder ook van het geweld wat we aan politiemacht hebben gegeven. Nou ja, allereerst zal je het in jezelf moeten beteugelen. Ik deed al heel wat jaren aan dat karate, wat trouwens de weg van de vrede heet, hè? Mm-hmm. De Wado Ryu, dat is de weg van het waar, van vrede en harmonie. Ja. Dus in die zin ben ik ook absoluut pacifistisch bezig. Ja. Maar goed, ik deed dus al een tijd aan karate en toen fietste ik over de Leidse straat naar een afspraak met de uitgever. Mm-hmm. En toen was er een gast die mij een duw gaf. Ik kon mijn been nog net op tijd uitsteken, want ik zat op de fiets, zodat ik niet omviel. En in een flits ging het door mijn hoofd dat enorme kettingslot wat ik om mijn nek had, dat ik daar een maai mee gaf en hem zo van zijn voeten afmepte. En toen keek ik op mijn horloge en dacht van, nou, dat red ik niet voor mijn afspraak. En toen ben ik doorgefietst. Het geeft je opties, bedoel ik maar. Aan de andere kant, zelfverdediging klinkt als iets legitiems. Maar een heleboel zelfverdedigingspraktijken vinden een oorsprong in het Shaolin-klooster. Mm-hmm. Boeddhisme, Zen-boeddhisme, maar dat erkent geen zelf. Dus als er geen zelf is, is er ook niks om te verdedigen en is er feitelijk ook geen tegenstander. Maar ja, de bedoeling was niet dat al die monniken dat gingen cultiveren om zich vervolgens in elkaar te laten slaan, want ze hadden geen zelf. Dus er is absoluut ergens denk ik wel een grens waarbij geweld, ook persoonlijk geweld, niet gegarandeerd door geweldsmonopolie en toch legitiem is. Gewoon zelfbehoud. Ja, want dat die weg van de vrede, dat klinkt eigenlijk heel paradoxaal. Het klinkt heel eufemistisch eigenlijk. Want je zou zeggen, de weg van de vrede is principieel geweldloos. Zonder uitoefening van fysiek. Ja, maar het gaat er dus niet om hoe jij zelf geweld toepast, maar hoe je met het geweld van anderen en geweld in de samenleving omgaat. Dat is het hele idee. En als je maar vaak genoeg een vuist of een voet op je gezicht hebt zien afkomen, dan word je daar een stuk relaxter onder. Dus ik denk dat dat het geheim is en dat dat de pacificerende werking is. Er is natuurlijk, we hebben het vast al vaker hier gezegd, dat prachtige t-shirt, fighting for peace is like fucking for virginity. Maar er zit natuurlijk wel wat in. In dat t-shirt? Ja, in die uitspraak. Ja. Maar ook in het idee dat je dus kunt vechten voor vrede. En dat je vreedzaam kunt vechten. Of zoals ik het dan noem, vechten vanuit verbinding. Nou, dan stel ik voor dat we na de uitzending even een potje gaan knokken. Oké, ja, is lekker weer voor een potje knok. Dus dank je wel, Robert. Nou, jij ook bedankt. Weer een uur stuk geslagen.